Mijn speech bestaat uit twee elementen. De twee elementen die je denk ik nodig hebt om in een situatie zoals deze waar we nu in zijn beland de beste uitweg te vinden. En het eerste element is, hoe zijn we hier terechtgekomen? Wat is hier nou eigenlijk precies aan de hand? De tweede, wat is vanuit die situatie waar we nu in zitten nou de beste manier om tot een oplossing te komen? En het is met heel veel spijt dat ik de afgelopen week moest constateren dat we zo ontzettend gelijk hebben gekregen met onze campagne tegen dat stupide associatieverdrag in 2015-2016. Precies de twee dingen waar wij voor waarschuwden in de begintijd van Forum voor Democratie, toen we nog niet een partij waren in de Kamer, maar wel dat referendum daartegen campagne voerden. De twee dingen waar wij voor waarschuwden waren EU-lidmaatschap en NAVO-lidmaatschap. Die twee dingen die komen dichterbij, die komen veel dichterbij met het associatieverdrag, zo waarschuwden wij. En dat gaat leiden tot een conflict, dat gaat leiden tot een oorlog. Dat werkt niet, doe het niet. Zeer onverstandig. Wij vonden op dat moment onder andere Frits Bolkestein aan onze zijde, die in meerdere kranten liet optekenen, geef gehoor aan de Minsk-akkoorden. Minsk-akkoorden die onder andere verklaarden, federaliseer de Oekraïne. Federaliseren, dus maak er niet een eenheidsstaat van met één taal, één rechtsgebied enzovoorts. Geef al die verschillende gebieden hun soevereiniteit, hun zelfbeschikking, hun taalrechten, nooit gebeurd, hun andere rechten, eigen belastingssysteem, dat soort dingen allemaal, eigen televisiestations. Integendeel, hè, afgelopen twee maanden heeft Oekraïne nog maar weer eens eventjes vier tv-stations van de oppositiepartijen gesloten, zoals nu trouwens in de Europese Unie ook gebeurt. De tijden veranderen, zullen we maar zeggen. Maar er is dus sprake geweest van heel duidelijke waarschuwingen vanuit onze kant, vanuit Frits Bolkestein, heel veel mensen, John Mearsheimer, bekende politicoloog uit de Verenigde Staten, al die mensen zeggen, doe dit niet, is ontzettend onverstandig. En als je het toch doet, en sinds 2015 is dat ook alleen maar meer gebeurd, afgelopen zomer nog een herhaling, de NAVO in Brussel in juli herhaalt dat Oekraïne inderdaad lid gaat worden van de NAVO. Er komen militaire oefeningen, er is 43 miljard aan Amerikaanse wapensubsidies gegaan naar Oekraïne. Dus het is heel duidelijk dat dat de politiek is. En het is ook volstrekt duidelijk dat dat onacceptabel is voor Rusland. Nou, dus dat moment, als je die situatie hebt, dan kun je dus twee... Ik kom bij je vraag, hoor, mevrouw Mulder. Dan kun je dus twee dingen doen. Dan kun je, en dan wil ik graag de man die ik nog heb gekend, Johan Cruijff, citeren. Heel interessante man natuurlijk, die volstrekt geniaal naar dingen kon kijken. En het ging over allerlei politieke zaken. En hij zei, ik weet één ding. Als ik met een fiets een bepaalde kruising over wil, dan kan ik 100.000 keer misschien theoretisch gezien de voorrangsregels aan mijn kant hebben. Maar als er een vrachtwagen van links met 200 km per uur over komt steken, dan ga ik toch even remmen. Nou, dat is nou realistische geopolitiek, dat is realistische politieke strategie. En die is bewust of onbewust, daar wil ik zo meteen ook graag wat over zeggen, volkomen genegeerd, met de voeten getreden, fools rushed in als stupide, naïeve kinderen die een James Bond film naspeelden, renden de Yankees richting Oekraïne en kijk naar het resultaat. En ik zal zo meteen zeggen wat ik denk dat de uitweg is, maar dit is mijn analyse van wat er gebeurd is. Misschien kunt u even uw verhaal afmaken, want u heeft ook niet meer zo heel veel tijd. Dus rond u af en heel dan geef kort ik het woord aan mevrouw Agnes Mulder. Als wij doorgaan op de weg die ik nu voorgesteld hoor worden, dan escaleert het conflict alleen maar verder. Dan drijven wij Saoedi-Arabië, India, China, Rusland tot één blok samen. Het anti-westerse geopolitieke blok. Het is ontzettend slecht voor ons, voor onze economie, voor onze geopolitieke situatie. Het is ongelooflijk slecht natuurlijk voor Oekraïne, maar ook voor Rusland. Het is slecht voor iedereen. Het enige wat daarbij gediend is, is de great reset. Je ziet het al, cyberhackers het internet aan banden leggen, cashgeld verdwijnt, de klimaattransitie gaat door, de Europese eenmaking gaat door. Wauw. Dank u wel. Na twee jaar COVID-scam hebben we nu de Rusland-scam. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Agnes Mulder, CDA. Gaat u gang. Ja, voorzitter. De heer Baudet die promoveerde op de aanval op de nazistaat. En dat is een hardgrondig pleidooi voor soevereiniteit. Daarom ook onze vraag. Veroordeelt de Forum voor Democratie-partij de inval op Poetin in Oekraïne? De heer Baudet. Nou, de aanval op de nazistaat, is het een pleidooi voor soevereiniteit? Het is een analyse van als je
een democratische rechtsstaat wil, dan heb je een nationale staat nodig. Is Oekraïne een natiestaat? Dat is een interessante vraag. En vraag 2, past moraalfilosofie in de internationale betrekkingen? Ik denk dat het antwoord op beide vragen ontkennend moet zijn. Ik denk dat Oekraïne, het is een heel complex land, een prachtig land, heeft heel veel bijzondere volkeren en bijzondere regio's. Maar ik zou het geen natiestaat willen noemen. Ik zou eerder een conglomeraat van op zijn minst 2 zeer verschillende volkeren. Zeer Russisch gerichten in het oosten en rondom de Krim. En zeer anti-Russische in West-Oekraïne. Ja, dus dat is al een eerste punt. Maar het tweede punt is denk ik nog veel belangrijker. Past moraalfilosofie in de internationale betrekkingen? Ik denk dat dat helemaal niet zo is. Het heeft helemaal, we kunnen wel van alles gaan. En dat is wat ik in de Autobahn van de Nazi staat ten diepste betoog. Dat realisme veel gepaster is in de internationale betrekkingen dan idealisme. Dank u wel. Mevrouw Achtensmulder. Ja, mijn vraag was veroordeeld Forum voor Democratie, de inval van Poetin in Oekraïne. Veroordeelt hij die aanval? Een simpel antwoord is ja of nee. De heer Baudet. Ja, ik denk dat de vraag voortkomt, wat ik dus uit een categorie fout. Oordelen zijn, kijk, ja, ik betreur het. Ik betreur het ten zeerste. Ik vind het verschrikkelijk voor de mensen daar, voor ons allemaal, ook voor Rusland. Ik vind het vreselijk dat dit gebeurt. Vreselijk. Ik snap alleen niet zo goed wat een oordeel in de internationale politiek te zoeken heeft. Er gebeuren dingen. Wij vinden dingen heel jammer. Ik vind het ontzettend jammer. En ik vind het vreselijk dat zulke kneuzen onze landen besturen die dit niet van honderden kilometer afstand zagen aankomen. Dit weet je van tevoren. Het is in niemands belang wat er nu gebeurt. En de dingen die nu worden voorgesteld om erop te reageren zijn nog veel stupider. Ja. Je gaat het niet oplossen. Je escaleert het tot een wereldoorlog. Dank u wel. Dat is het laatste wat we willen. Ik wil u alleen vragen, geen beledigende uitdrukkingen. Ja? We voeren het debat op de inhoud. Dan geef ik het woord aan mevrouw Achtensmulder, CDA weer. Uit gang. Ja, voorzitter. Ik hoor een beetje een dubbel betoog van collega Baudet. En dat vind ik jammer, want ik zou graag van hem hebben gehoord dat hij de aanval helemaal gewoon veroordeelt. Het gaat hier om een soevereine staat met een bevolking die er niet om heeft gevraagd. Het zou fijn zijn als hij dat alsnog kan bevestigen, dat die aanval gewoon onterecht is. Heer Baudet. Ja, ik hoor allemaal van die woorden die thuis horen in Donald Duck en in James Bond en zo. Van die kinderlijke termen uit Disneyfilms. Slecht dat het gebeurt. Wie zijn de good guys? Wie zijn de bad guys? Er is natuurlijk een enorme behoefte in Nederland, zeker, hè? De dominee, het moralisme, om zo naar de wereld te kijken. Wie zijn de goede, wie zijn de slechte? Maar ik heb een heel andere visie op de wereld en op de problematiek in de wereld. En om het te begrijpen, hebben ze erom gevraagd, hebben ze niet om gevraagd. Al 7 jaar wordt de Russische minderheid in Oekraïne stelselmatig gebombardeerd in Donbass, in Lugansk. Al 7 jaar is er een drinkwaterblokkade ingesteld door Oekraïne tegen de inwoners van de Krim. Al 7 jaar worden hun taalrechten niet gehonoreerd. Wordt het Minsk-akkoord niet gerespecteerd. Wil je vragen om iets korter te antwoorden? Ja, dus ja. Alles wat moralistisch taalgebruik is, hoort niet thuis in de internationale politiek. Dus ik kan die vraag niet beantwoorden. Ik kan wel zeggen dat ik het ten diepste betreur. Dat ik het zeer, zeer tragisch vind en vreselijk. En ik vind het ontzettend jammer. Ja. Ik mag het woord kneus niet gebruiken. Maar dat zulke naïeve denkbeelden de bestuurskamers van onze landen beheersen. Waardoor ik dus ook niet zie dat er snel een uitweg gevonden gaat worden. Omdat mensen allemaal zo kinderlijk naar de wereld kijken. Dank u wel. Er zijn behoorlijk wat interrupties. Dus nogmaals het verzoek om wat korter te antwoorden. Ja, allereerst de heer Kusu, dan de heer Schuetsma, de heer Klaver en de heer Omtzigt. Ja, voorzitter. Zonder moralistisch te willen zijn en zonder te vervallen in de kleutertaal die de heer Baudet hier bezigt. Ik vraag me af, voorzitter, wie eigenlijk Oekraïne is binnengevallen. En ik hoor de heer Baudet hier doen alsof Rutte dat heeft gedaan. De heer Baudet. Alsof anderen dat. Wie is nou Oekraïne binnengevallen? De heer Baudet. Nou ja, inderdaad. Ik ben blij met deze vraag. Want dat biedt me ook de kans om iets te zeggen over
wat ik nog wilde zeggen in mijn speech, namelijk over de uitweg, de oplossing. Wat we denken, het heeft er alle schijn van dat het Russische leger Oekraïne is binnengevallen. Na verzoek van de inwoners, of in ieder geval de vertegenwoordigers van Donetsk en Lugansk, om hen te hulp te komen. Wat is nou de uitweg? Hè? Wat is de oplossing uit deze situatie? Is dat Rusland op de knieën dwingen, zoals Napoleon geprobeerd heeft, zoals Hitler geprobeerd heeft? Gaat dat lukken? Of is de oplossing om de tafel te gaan en eigenlijk te zeggen, weet je, dat ultimatum dat Rusland in februari nog stelde, het ultimatum dat Rusland in december al had gesteld, wat in de Minsk-akkoorden staat, het uitgangspunt van de diplomatieke betrekkingen, is Oekraïne een neutrale staat, een brug tussen Oost en West. Wat is daar eigenlijk op tegen? Ja. Volgens mij is dat het beste voor iedereen. En kan Nederland niet in plaats van deze oorlogstaal, deze misplaatste oorlogstaal, een vredesgezant, Jan-Peter Balkenende, die kant op sturen om dat verhaal te promoten? De heer Kusu, tot slot. Nou, voorzitter, als we het hebben over kinderlijke illusies, Balkenende naar de Oekraïne sturen om het conflict te beslechten. Maar goed, dat is aan de heer Baudet. De vraag, voorzitter. Nee, niet. De heer Kusu is aan het woord, meneer Baudet. Ja, voorzitter, de vraag aan de heer Baudet was, wie is eigenlijk Oekraïne binnengevallen? Nou, ik begrijp dat hij daar wegblijft en meteen probeert allerlei ideeën te opperen over hoe het conflict beëindigd zou moeten worden. Maar om een conflict te beëindigen, voorzitter, moet je natuurlijk wel de analyse juist hebben. En ik hoorde bijvoorbeeld, ik zag op Twitter een tweet van een Europarlementariër van Forum voor Democratie. En dan citeer ik letterlijk, Rusland heeft de NAVO maandenlang gevraagd om veiligheidsgaranties met betrekking tot Oekraïne. Dat werd weggehoond. Nu doet Rusland wat het heeft beloofd, haar veiligheid waarborgen met militaire middelen. En ik vraag aan de heer Baudet, is dat geoorloofd om een soeverein land binnen te vallen, de burgers te onderdrukken, te bombarderen, huis te houden, om je invloedssfeer te vergroten? De heer Baudet. Ik ben het eens met het citaat van Marcel de Graaf. Hè. Dus Rusland doet inderdaad wat het heeft aangekondigd. En dat is heel erg verdrietig. Maar Rusland doet wat het heeft aangekondigd, ja. Is het geoorloofd? Ik denk dat u bedoelt, is dit te verenigen met de doctrines die geldend zijn in internationaal recht? Of? Maar wat betekent geoorloofd? Ik begrijp dit soort morele taal niet. Geoorloofd? Hoezo geoorloofd? Het gebeurt. Is het geoorloofd dat een wesp mij steekt als ik die wesp probeer in een hoekje te duwen? Is het geoorloofd? Je maakt een categoriefout. Ja, ik geef even je kunt niet moreel spreken over geopolitiek. Wat een karikatuur als je het gaat vergelijken met een wesp. Als er hier één wesp is, dan is het Poetin die Oekraïne keihard aan het steken is. Dat is wat er gebeurt. Uw vraag was, u wilde verduidelijking over wat ik dan bedoel met geoorloofd. Voorzitter, we hebben internationaal recht. We hebben territoriale grenzen van wat wij erkennen als de staat Oekraïne. Dan hebben we het over de Donbassregio, de regio's die door Poetin zijn erkend als onafhankelijke, zogenaamde onafhankelijke volksrepublieken. We hebben de Krim en we zien dat er vanuit Wit-Rusland ook wordt aangevallen. Ja. En ik vraag aan de heer Baudet, is dat volgens de heer Baudet geoorloofd? De heer Baudet. Ja, dus als ik de vraag van de heer Kusu goed begrijp, dan doelt hij dus binnen het internationaal recht. Daar doelt hij op. Dus binnen de leerstellingen die wij het internationaal recht plegen te noemen, past dit wel of niet daarbinnen? Dat bedoelt u dan toch? Ja, bedoelt u dat niet? Het probleem is dat het klassiek internationaal recht gaat inderdaad uit van de soevereine gelijkwaardigheid van staten. Alleen precies dat internationaal recht is de afgelopen 30 jaar door de NAVO-landen volstrekt ondermijnd. En de NAVO zelf heeft een activistische, ik zou willen zeggen agressieve, regime change agenda omarmd. Bijvoorbeeld in Kosovo, bijvoorbeeld in Libië, bijvoorbeeld in Afghanistan. Dus het hele principe van soevereiniteit wordt juist door de NAVO-landen al helemaal niet meer gerespecteerd. Is het dan raar dat Rusland zegt, wacht even, dit land, wat de bakermat is voor historische redenen van het Russische Rijk, de helft van de bevolking is Russisch, het is essentieel voor onze geopolitieke veiligheid enzovoort, dat dit een brugfunctie vervult in plaats van dat op enkele minuten afstand van Moskou zometeen nucleaire raketten komen. Dat zo raar? Zijn wij ineens... Ja, ik ga je even onderbreken. In de Cuba-crisis nu? Ik vroeg u om iets korter te reageren en dat vraag ik nu wederom. En nu geef ik het woord aan de heer Schuurtsma van D66.
Voorzitter, het doet pijn om deze Kremlin-propaganda hier in ons huis van de democratie te moeten horen. Eerder al pleitte de heer Baudet voor het afschaffen van de sancties tegen Rusland. Hij herhaalt nu de claim van Poetin dat Oekraïne geen land is. Hij herhaalt de claim van Poetin dat hij zou zijn uitgenodigd om dit militaire geweld tegen Oekraïne uit te voeren. Hij zei zelfs toen Rusland Oekraïne binnenviel, op een moment dat zeer gevaarlijk is ook voor ons continent en voor Nederland, laten we misschien maar eens even kijken of we nog wel in de NAVO moeten blijven. En ik vraag dus de heer Baudet namens wie hij hier vandaag staat. Staat hij hier namens het Nederlandse volk of staat hij hier namens het Kremlin? De heer Baudet. Ik sta hier namens mezelf en ik vertegenwoordig wat ik denk dat het Nederlandse belang is. En ik denk dat wat hier nu gebeurt heel erg, wat de mensen hier willen in meerderheid, premier Rutte wil en zo, heel slecht is voor de belangen van het Nederlandse volk. Wij worden een wereldoorlog ingerommeld. Er is een escalatiecyclus gaande waar geen uitweg uit is. De enige uitweg is alsnog de Minsk-akkoorden respecteren. Federaliseren van Oekraïne, neutrale staat en een brugfunctie tussen Oost en West. Erkennen van Rusland als partner op het Europese continent. Dat is de enige manier waarop wij op lange termijn de echte vijand, China, het hoofd kunnen bieden. En wat we nu doen is het allerstomste wat wij vanuit het perspectief van het overleven van de westerse beschaving op lange termijn kunnen doen. Dank u wel. De heer Sjoerdsma. Voorzitter, de heer Baudet en zijn club hebben velen in deze Kamer, maar ook in het kabinet, gedreigd met tribunalen. Die zouden komen als onder andere Poetin het voor het zeggen zouden krijgen. Maar ik zeg tegen de heer Baudet, die tribunalen komen niet. Want op het moment dat het ertoe doet, staan de democratieën sterk. Staan de westerse democratieën die de heer Baudet zo verafschuwt, die staan sterk. Maar weet u meneer Baudet over wie er wel geoordeeld gaat worden? Niet door tribunalen, maar door de geschiedenis. Over de heer Baudet als meeloper van een oorlogsmisdadiger. Ja, heer Baudet. We staan nu in Den Haag, dat is de wereldhoofdstad van de tribunalen. Elke keer als je mensen hoort spreken over internationaal recht enzovoort, net nog werd toegejuicht dat Zelensky of Oekraïne heeft dan nu aangifte gedaan bij het internationaal strafhof, wat een tribunaal is, tegen Poetin en de regering om hem heen. Dus D66 bij uitstek de partij die zaken wil juridificeren. Alleen wat het punt is, en daar laat Sjoerdsma zich diep in de kaart kijken, zij zijn alleen maar voor rechtsstaat en juridische oplossingen op het moment dat het hun rechtsstaat is en hun juridische oplossingen. En dat is natuurlijk ook wat hier gebeurt, dit gedweep met internationaal recht. Dank u wel. De Verenigde Staten houdt zich aan geen enkel internationaal recht. De NAVO is de grootste schender van het internationaal recht van de afgelopen decennia. Ik ga nu naar de heer Klaver. GroenLinks en dan de heer interruptie. En dan de heer Omtzigt nog. Er zijn nog een paar interrupties. De heer Klaver, GroenLinks. Voorzitter, wat een wartaal. En toch sta ik op om het tegen te spreken. Het is volstrekte wartaal. Het is een man in de war. Maar als ik hier deze Rusland-propaganda hoor in deze Kamer, dit is appeasement-politiek. Het is gevaarlijk wat u doet. U probeert het weer in complotten te trekken. U had het zojuist alweer over die Great Reset. Dat we na corona, dat we nu met het Rusland-complot te maken zouden hebben. En u zegt nu absoluut, voorzitter, dit is zo ongelooflijk gevaarlijk voor onze democratie. Poetin valt Oekraïne binnen, maar onze democratie wordt hier van binnenuit uitgehold. En daarom, ik kom er bij u straks op terug richting het presidium. Wat mij betreft moeten we een hele harde grens trekken hier in deze zaal. Niet alleen door de heer Baudet tegen te spreken, maar als het gaat over het delen van allerlei gevoelige informatie, mag dat niet meer naar Forum voor Democratie gaan. Als je deze teksten hoort, als je de internationale rechtsorde niet respecteert, als je zegt, ik veroordeel een inval van een soevereine staat, ik veroordeel het niet. Voorzitter, dan is er iets goeds mis met je. De heer Baudet. Ja, nou, het is nou niet dat wij nou zoveel gevoelige informatie gedeeld krijgen. Het is een beetje, Engelsen zouden zeggen, it's a bit rich. Het is een beetje overdreven. Maar ik vind het prima om een onderzoek te doen naar de financiering. Ik stel voor dat we dat dan ook eventjes doen naar alle financiering van organisaties, politieke partijen, landen, denktanks enzovoorts. En zullen we dan meteen ook even meepakken welke financiële krachten er op de achtergrond allemaal aan de touwtjes trekken die de Oekraïense democratische regering besturen. Zullen we dan meteen even
terugluisteren wat Victoria Nuland ook weer met Jeffrey Pyatt besprak aan de telefoon over wie er premier mocht worden en wie er toch maar beter burgemeester van Kiev moest worden. Hoe de Oekraïne gewoon een door Amerikanen en mafiosi gekocht corrupt regime is met je democratie. Waar heb je het over? Geef het woord weer aan de heer Klaver. Over democratie, de grootste verworvenheid van onze tijd. Maar voorzitter, als de heer Baudet zegt laten we dat doen, dan gaan we dat doen. Dan gaan we de hele handel doorlichten en ik kijk er naar uit. Want het wordt hoog tijd dat we de beerput bij Forum voor Democratie helemaal gaan dreggen. De uitholling van onze democratie hier in Nederland moet stoppen. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer... Ja, zeker. En ik roep in ieder geval al de heer Omtzigt naar voren. Gaat uw gang. En de banden van GroenLinks met Milieudefensie en die bom, hoe zat het ook alweer, die gevonden is in het hoofdkantoor van de jeugdafdeling toen Jesse Klaver daar voorzitter van was. En hoe zit het ook alweer met de wijze waarop Urgenda wordt gefinancierd door de postcode loterij? Zullen we daar ook eens naar kijken met z'n allen? Ik stel voor dat we ons weer gaan beperken tot het onderwerp van vandaag, de situatie in Oekraïne. En ik geef het woord aan de heer Omtzigt. Voorzitter, de heer Baudet heeft ongeveer iedereen veroordeeld in deze hele wereld. De regering van Canada onder Trudeau, zijn collega Van Meijeren vond nog dat we de ambassadeur moesten terugroepen. Op dit moment heeft hij behoorlijke kritiek op NAVO-landen en dat mag allemaal. En dat is heel normaal en zelfs op milieudefensie in dit debat. Maar dit debat gaat over de inval van Rusland in Oekraïne. En ik vraag dus de heer Baudet nog één keer, de vraag die collega Mulder stelde. Heeft de heer Baudet een oordeel, inderdaad een moreel oordeel, over of het wel of niet toegestaan is of Oekraïne binnen te vallen. Of je dat nou wel of niet een nazistaat vindt. Canada, daar spreken ze ook meer talen. Daar hebben ze ook totaal verschillende bevolkingen wonen. Toch stelt hij niet voor dat we dat gaan aanvallen. Dus vindt hij dat Rusland, wat er ook gebeurd is, het recht had om Oekraïne zo aan te vallen? Heer Baudet. Ja, dus over Canada even kort. Dus dat is een federale staat. En dat is nou precies wat in de Minsk-akkoorden stond, dat Oekraïne ook zou moeten gaan worden, wat niet gebeurd is. Poroshenko refereerde steeds naar de Russische minderheden als buitenlanders in zijn eigen land. Maar de vraag van de heer Omtzigt over veroordelen, die heb ik opgeschreven. En hij gebruikt opnieuw het woord toegestaan. En volgens mij, ik kan het woord toegestaan alleen maar duiden in de context van het internationaal recht. En heb ik daar gelijk in of niet? Dat bedoelt u dan toch? Is het toegestaan in de context van het internationaal recht? De heer Omtzigt. Of toegestaan op welke manier? Ja, de heer Omtzigt. Twee dingen. Wat vindt u er zelf van? Want dan ontloopt u helemaal. Dus de heer Baudet loopt helemaal weg. De heer Omtzigt. De heer Omtzigt is aan het woord. Wat vindt de heer Baudet van de Russische inval, waarbij op dit moment het misschien op lijkt dat allerlei vormen van munitie, misschien wel clustermunitie, gebruikt wordt op steden als Kharkiv? U heeft het helemaal niet over Donetsk of Luhansk. Wat vindt hij er zelf van en vindt hij toegestaan onder internationaal recht? Dat zijn twee vragen en die mag hij ook nog separaat beantwoorden. Heer Baudet. Nou, wat ik er zelf van vind is, ik vind het verschrikkelijk dat het is gebeurd. Het was te voorkomen geweest. Het was makkelijk te voorkomen geweest. Het is de schuld van het Westen. En ik vind het ongelooflijk jammer om te zien dat men nog steeds er niet van leert. De fout van Libië, de fout van Syrië, de fout van Irak, de fout van Afghanistan wordt weer gemaakt. De fout van Kosovo, 1999, heel Servië plat bombarderen. Belachelijk was dat. En nu gebeurt het weer. Fools rush in. Dus ik vind het verschrikkelijk wat gebeurt. Is het toegestaan onder internationaal recht? Ja, dat is heel complex, want kijk, wat is nog internationaal recht? In de tijd, dus klassiek volkenrecht, Hugo de Groot enzovoort, Thomas Hobbes. Dan is het oorlog van alle tegen alle. Het enige wat bestaat is afspraken tussen landen. Nou, volgens die afspraken schendt Oekraïne en schendt de NAVO de bestaande afspraken. Is er bovendien sprake van ernstige onderdrukking van Russische minderheden in Oekraïne? Zou dat een interventie, humanitaire interventie, rechtvaardigen, ja of nee? Dat is een hele complexe vraag die internationaal rechtsscholars moeten gaan beantwoorden. Ja. Er is wat te zeggen voor beide kanten. Wat te denken van de humanitaire interventies bijvoorbeeld bepaalde delen van Palestijnse gebieden. Ja, dank u wel. Ik geef weer het woord aan de heer Omtzigt. Het is weer te lang, de heer Omtzigt. Voorzitter, de heer Baudet zegt dat het gebeurd is. Het is niet zo dat er per ongeluk tanks van de noodrem, van de handrem gehaald zijn en binnenrolden in Oekraïne omdat iemand niet aan het opletten was. Er is een bewust besluit genomen door de heer Poetin om
Oekraïne aan te vallen. En niet om een gedeelte van Oekraïne aan te vallen, een full-scale invasie op de hoofdstad. Hij heeft niet de pretext, niet het voorwendsel gehad dat hij daar alleen de Russische bevolking aan het beschermen was. Hij heeft het hele land aangevallen met massale middelen. Met luchtmacht, met landmacht, met zijn marine, met alles wat hem ter beschikking staat. Vindt de heer Baudet dat hij dat mocht doen? En op basis van welk handelen van wie gaf Poetin het recht om deze soevereine staat aan te vallen? Dank u wel. De heer Baudet. Ja, ik heb het gevoel dat ik met je in herhaling val. Dus de vraag is, vind ik dat hij dat mocht doen? Ja, volgens welke norm? In het internationaal recht, er is geen wereldregering. Er is geen wereldrechtsstaat. Het enige wat bestaat is dat er landen afspraken met elkaar maken. En dat is wat je het klassiek internationaal recht noemt. En daarin is voor beide kanten iets te zeggen. Aan de ene kant zou je moeten zeggen, natuurlijk als uitgangspunt, je moet elkaars non-interventierecht respecteren. Aan de andere kant, de NAVO en Amerika enzovoort schenden aan de lopende band juist die bestaande afspraken. Oekraïne heeft allerlei minderhedenrechten geschonden. Oekraïne is bovendien een staat als gevolg van een staatsgreep gepleegd in februari 2014. Daarom dat Poetin in februari nu binnenvalt als symbolische omkering van de staatsgreep van Maidan van 2014. Dus er is ontzettend veel. Ik kan die vraag niet beantwoorden. Ja. Mogen, afkeuren, veroordelen, dat vind ik termen die horen thuis in jullie Mickey Mouse. Dank u wel. Dank. Maar niet in de echte wereld. Tot slot de heer Omtzigt. Voorzitter, de heer Baudet veroordeelt de hele dag iedereen. En ik noemde zijn dagelijkse veroordeling van Trudeau. Dat mag hij. Als hij dat zelf af wil doen als een Mickey Mouse wereld, dan staat hem dat toe vrij. Hij veroordeelt landen die binnenvallen. Hij veroordeelt de VS die Libië binnenvalt. Dat mag. Maar het was niet de VS die Rusland binnenviel. Het was Rusland die de Oekraïne binnenviel. En daar hoor ik nog steeds geen antwoord op. Al een half uur lang ontloopt de heer Baudet elk antwoord over wie nu wie aanviel. Rusland viel Oekraïne binnen. En heel veel ingewikkelder dan dat is het niet. En tot slot, voorzitter, de heer Baudet heeft zijn eigen redenering om de tribunalen vandaan gehaald. Tot nu toe zei hij dat de tribunalen wilden binnen internationaal recht. Hij kent het internationaal recht niet. Het internationaal recht is vrij duidelijk. Je kunt een ander land niet aanvallen. Dat kun je doen. Je kunt iets doen als de VN-veiligheidsraad dat toestaat. Rusland heeft het niet eens voorgelegd aan de VN-veiligheidsraad. Rusland heeft beloftes gedaan in de Raad van Europa. Ja. Rusland heeft allerlei beloftes gedaan en geschonden. Dus de heer Baudet heeft afstand genomen van internationaal recht. Afstand genomen van zijn eerdere uitlatingen. En wil hier al een half uur lang niets zeggen over de Russen, over de Russische inval in Oekraïne. Waarvan acte? Ja. Tot slot de heer Baudet. De heer Omtzigt maakt handig gebruik van de semantische meerduidigheid van het woord veroordelen. Inderdaad, ik veroordeel continu allerlei dingen die in de wereld gebeuren. En ik veroordeel ook de situatie die is ontstaan in Oekraïne. Zoals ik het verschrikkelijk vind wat er gebeurt. Inderdaad, in Canada. Ik vind het fout. Ik vind het stupide. Ik vind het vreselijk wat er gebeurt in Oekraïne. Maar hij koppelt dat vervolgens aan een veroordeling in het internationaal recht. En dat is de verdict is out. Dat is, het internationaal recht is de opinio juris en de statenpraktijk. Ja. Ja, en dat zal dus de toekomst moeten uitwijzen. Dank u wel, meneer Baudet.